En een mega dikke handleiding. Wow, zag hem dan. Hij maakte gewoon wat een salto. Ik vind het wel natuurlijk super vet om in deze allereerste FIFA te scoren. Als ik zo goed naar het plaatje zit te kijken, lijkt het echt alsof je zo kijkt naar een bak KFC. Zo rennend erachteraan zit. Oh, dit is zo slecht. Hey kijkers van Dylan Pace. Welkom bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal. En vandaag ga ik net als wat ik met Minecraft had gedaan, maar nu met FIFA. Van FIFA 15 gaan we helemaal terug in de tijd. Zo van... En dan zijn we terug bij de allereerste FIFA. Ga ik jullie daar wat meer over vertellen, wat dingen laten zien. En natuurlijk de allereerste FIFA spelen. Dit had ik dus ook al eerder gedaan met Minecraft. Heb je dat nog niet gezien en lijkt het jou leuk? Kijk dan even mijn vorige video's. En dan hoop ik dat jullie dit leuk gaan vinden. Allereerst sorry dat er zo weinig video's online komen. Daar is of komt nog een aparte video over. Maar nu gaan we toch echt beginnen met het begin van FIFA. FIFA heeft ongeveer 40 games gemaakt. Alle FIFA's van FIFA 15 tot alles wat daarvoor was. FIFA 13, FIFA 11, FIFA 9, al die dingen. Dan hebben ze ook nog FIFA Street gemaakt. Dat ik vroeger ook echt heel erg veel speelde trouwens. Ik weet niet meer waarom, maar ik speel het heel erg veel. Dan hebben ze ook nog die FIFA WK dingen. En nog een FIFA Manager, waarvan ik niet zeker weet of het nou echt een game was, maar was een FIFA Manager en dat stopte op FIFA Manager 14. Dus 2014. Of was misschien een uitbreidingspakket of zo, maar in ieder geval, het was er. In ieder geval, FIFA heeft super veel games gemaakt. Het begon allemaal op 15 juli 2093, want toen ontstond FIFA 94. Ik laat jullie nu even het doosje zien hoe het eruit zag als je het in de winkel kocht. Dit is dus hoe FIFA 94 eruit zag. Het was gewoon een witte achtergrond met daarop een plaatje van twee voetbalspelers waarvan ik de naam niet weet. En erop gewoon staan FIFA en het logo van FIFA gewoon, ja... Echt super simpel. Nu vraag je misschien af, waarom staat er geen FIFA 94 op? Want dit is toch FIFA 94? Nou, hé joh, dat ga ik jou even uitleggen. Er staat geen FIFA 94 op, omdat het toen FIFA International Soccer heet. Zoals je het ook kunt lezen. Hey, wow. De allereerste FIFA heette niet FIFA 15, FIFA 13. Dus gewoon met de cijfer erachter. Maar toen heette het nog International Soccer. De FIFA die een jaar later kwam, FIFA 95, had wel gewoon dezelfde naam zoals we het eigenlijk nu kennen. De reden dat ik jullie nog even het doosje laat zien van FIFA 95 is omdat je hier wat uitgebreider ziet hoe het er toen uitzag als je het kocht. Als je dus FIFA 95 kocht, kreeg je dus zo'n dik ding waar dus de game in zat en een mega dikke handleiding. Waarom? Waarom zou je in die tijd al zo'n dikke handleiding nodig hebben? Alsof er zoveel uit te leggen is over de game. Alsof er zoveel controls zijn. Zoveel instellingen. Zoveel mogelijkheden. Ik snap het niet. Maar oké, misschien ligt het aan mij. Maar het was gewoon een heel dik boekje. Of het komt omdat er vier talen in zitten. Engels, Frans, Duits en Spaans. Maar alsnog, de handleiding blijft gewoon dik. Dan vertel ik je nog het laatste ding voordat we echt met FIFA gaan beginnen. Dat je FIFA vroeger niet op je PC kon spelen. Of op je Xbox of PlayStation. Dat was het toen nog niet eens. Toen was het gewoon voor de GameCube, Super Nintendo en al die oude consoles. Dat gewoon vroeger super vet was. Dat je gewoon vroeger zo ermee liep. En dat je dacht van, hey, kijk wat ik heb dan. Ik heb die GameCube. Oh! Dat waren dus de dingen waar je vroeger FIFA op kon spelen. Maar nu is het tijd aangekomen dat wij de allereerste FIFA gaan spelen. FIFA International Soccer. Daar gaan we dan. 3, 2, 1. EA Sports. It's in the game. Oh, die beat dan. Oh, die beat. Oh, oh. Oh. Ik zet alleen even uit, want ik weet niet of het copyright het is. Zo, van dat muziek hebben we ook geen last meer. Zoals je zag, gewoon dat EA Sports dat in beeld kwam, zag echt super raar uit. En het klonk gewoon super slecht. Maar in ieder geval, wij zijn hier dus nu in FIFA International Soccer. En wow, dit is dus het game menu. Dit zijn dus de mogelijkheden waar je uit kan kiezen. Nou, wij drukken gewoon lekker linksboven, zoals ik eigenlijk altijd doe met elke game. Gewoon het eerste aandrukken. En dan mogen we gewoon meteen een team kiezen. Ja, het heet International Soccer, omdat het natuurlijk alleen maar landen zijn. Hier zijn nog geen clubs of zo, zoals Ajax. Feyenoord en dat soort dingen. Dus wij gaan gewoon lekker voor Nederland. Dan gaan we even Duitsland inmaken. Ik vind het helemaal mooi zo. Zo, dit wordt er dan. Nederland-Duitsland. Laten we gewoon meteen gaan beginnen. Ik zeg wel, laten we gewoon meteen gaan beginnen. Maar ik weet totaal niet hoe het werkt. Dat is het enige probleem. Volgens mij kan je dit als multiplayer spelen. Wat? Multiplayer, want ik heb geen vrienden.
Nee, grapje. Ik weet gewoon niet hoe het moet. En volgens mij kan het niet eens, omdat ik nu via een emulator op de PC speel. Start game. Laten wij beginnen. En nu is het zwart scherm. En nu staan wij op het veld. En heb ik een ster onder mij. En heb ik de bal. En ik weet niet wat ik moet doen. Want ik sta stil. Hoe beweeg ik? Oké, dit lopen is al heel ingewikkeld. Want ik moet met mijn pijltjes lopen. Gewoon in deze tijd, welke speler je geselecteerd hebt, heeft een pijl boven zijn hoofd. Maar hier heb je niet zo'n pijltje. Maar hier heb je gewoon een ster onder je. En als je de bal niet hebt, is die ster niet ingekleurd. Zoals je hieronder ziet. En als je de bal wel hebt, dan word je dus wit. Zoals je nu ziet. Ik vind het echt super raar dat FIFA er zo uitzag. Kijk, het kwaliteit dan. Gewoon niet alleen het kwaliteit, maar ook gewoon hoe die camera de hele tijd zo meegaat. Het is gewoon zo raar dat vroeger mensen zo FIFA speelden. Ik weet niet, maar volgens mij is het niet eens een scheid. Oké, nu moet je toch uitvinden hoe je schiet. Oké, ik heb nu de bal. Maar hoe schiet ik? Ik druk gewoon... Oh, ik heb kaart geslaaid. Kijk, hij ligt dood op de grond. Hij ligt dood op de grond. Dat mag niet. Oké, er is er sowieso geen scheids hier, zoals je kunt zien. Je ziet hem sowieso niet lopen. En je ziet dat er niet gefloten wordt. Er gebeurt gewoon helemaal niks. Ik heb nu trouwens het gamegeluid even voor jullie aangezet. Dan kunnen jullie dat ook gewoon horen. Oh, ze hadden een schot op goal. Dat mag natuurlijk niet. Ik vind het wel natuurlijk super vet om in deze allereerste FIFA te scoren. En het lukte bijna. Ik zit hier met mijn pijltjes te lopen en zit de hele tijd op A te drukken. Dat is het enige wat ik doe. Oh nee, niet scoren. Niet scoren. Nee. Oeh. Nummer. Weet ik niet. 7. Oh, zag je niet? Oh, die truc. Die truc. Die truc. Wow, wow, zag hem dan. Hij maakte gewoon wat een salto. Zijn gezicht is geplet nu. Zijn gezicht is geplet. Oh nee, ze schieten. Ho, ho, ho. Nee, nee. Als je speler dat je hebt geselecteerd buiten veld staat, zie je dus een pijl van waar die staat. Het ziet er zo onprofessioneel uit. Maar zo was het dus gewoon vroeger. Dit is gewoon het begin van FIFA. Oh, ze hebben gescoord. Nee, nee, nee. Het was ook nog eens een vet mooie goal. Wat? Kan je herhaling zien? Ben ik al geen herhaling zien? Ik wil herhaling zien, maar dat kan gewoon niet. Dat kan zeker niet. Ja, dit is dus ook hoe een goal eruit ziet. Als je hebt gescoord. Het zag super onprofessioneel uit. Zo links en rechts de twee van die balken met IE. En ze vallen alleen maar. Er is geen scheids. Ik word hier nu weer opgepleurd, maar er gebeurt toch niks. Ze spelen gewoon lekker door. Maakt niet uit wat je doet. Maak elkaar lekker dood. Steek elkaar in de rug in dit spel. Ook al zijn er waarschijnlijk geen messen hierin. Oké, okay, al doe je dat. Je krijgt toch geen kaart. Je wordt toch niet van het veld afgezeurd. Dit is gewoon het begin van FIFA. Ik heb verloren zoals je... Oh nee, het is de helft... Oh. Nou, je kunt zien dat hun 8 schoten op goal hebben. Ik eentje. Normaal zie je heel veel details. Hoe je het hebt gedaan. Balbezit en zo. Maar nu is het gewoon echt super weinig. Gewoon maar 3 dingetjes. In ieder geval, ik houd bij deze tweede helft. Ik heb gewoon dik verloren. Ik ga het toch al niet winnen. Want ik begrijp de hele controls niet eens. En ja, dit is het dus gewoon. Dan wil ik jullie nog 1 ding laten zien. Hoe het allereerste doosje eruit zag in deze eeuw. Dus FIFA... Hoe moet je dat dan zeggen? Want het is echt niet 0-0. FIFA 0. Dit is, nou, FIFA 2000. Dit is dus FIFA 2000. Dit is op de PlayStation 2, kon het dus al wel. En zoals je ook kunt zien, als we even zo inzoomen op het EA-logo, zo van... Prrrr, dan zie jij dat het EA-logo er ook heel anders uitzag. Die A steekt zo met een punt naar buiten. Dat hebben ze nu wel gewoon naar binnen gedaan. Maar waarom het toen naar buiten stak? Geen idee. Ik vind het wel grappig uitzien om het zo te zien. Dat het gewoon vroeger zo was. Maar ja, logo's veranderen eigenlijk gewoon altijd wel. Nu ik zo goed naar het plaatje zit te kijken, lijkt het echt alsof je zo kijkt naar een bakje of zie. En zo rennend erachteraan zit. Oh, dit is zo slecht. In ieder geval, dames en heren, ik weet niet waarom ik klapte. Maar dit is dus het begin van FIFA. Dit is hoe FIFA is begonnen. Dit is hoe mensen vroeger FIFA speelden. En dit is hoe ik net FIFA speelde en afgemaakt werd. In ieder geval, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Beloon het dan met een duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. Wil jij zelf ook FIFA 94 spelen? Oftewel FIFA International Soccer, de allereerste FIFA. Kijk dan even in de beschrijving, want daar heb ik een linkje staan. Want het is gewoon op een website waarop jij dat kunt spelen. En laat meteen jouw score achter in FIFA International Soccer. Want ik ben wel benieuwd hoe goed jij speelt in de allereerste FIFA. Bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie weer de volgende keer. Doei.